PDO-draadjes. Draadjes om jonger te worden. Kun je het vergelijken met een facelift? Nee, vind ik niet. Het ligt er een beetje aan hoe oud iemand is en ook aan de kwaliteit van de huid. De ene persoon ziet er toch beter uit op latere leeftijd dan de andere. Als de huid echt slecht is, dan ben je beter af met een facelift. Maar als er gewoon een kleine lift nodig is, dan kun je met deze draden die je in je hand hebt wel redelijk wat liften nog. Maar het liefst dan weer in combinatie met een filler. Ja, want je hebt verschillende soorten draden, dus uiteindelijk ook verschillende soorten resultaten, toch? Ja. Ja, dit draad, er zitten hele kleine haakjes aan die je niet ziet, maar dat draad is niet helemaal glad, zeg maar. Daarmee kun je liften. Dan heb je ook monodraden, die zijn helemaal glad, die zijn ook kleiner. Die kun je bijvoorbeeld voor een wenkbrauwlift of voor boven de lippen, kun je daar wat mee doen. Daar wordt de huid iets steviger van, hè. Dat maakt al bindweefsel, collageen aan onder de huid, maar de rimpels verdwijnen er niet mee, zeg maar. Nou ja, dat wilde ik dus net vragen, want het wordt ook wel onder de ogen gebruikt. Ja. Wat heeft dat dan voor effect? Ja, wij doen dat zelf, gebruiken we het liefst deze eigenlijk, hè. Echt het liftende effect. En onder de ogen gebruiken we liever een filler. Maar het kan wel zijn dat je de huidkwaliteit wat steviger maakt om te voorkomen dat je huid daar verslechtert, zeg maar. Ja, want zou je het kunnen doen. Dus de combinatie, want ik word altijd heel blij van combinaties, omdat je dan het ondersteunt, zeg maar, zeg ik dat dan goed, het effect van de filler. Nou, met de filler kan je wat volume brengen en de meeste mensen die zeg maar iets aan hun gezicht willen doen, die hebben juist het volume nodig. Hè? Want volume neemt af naarmate je ouder wordt, vanaf de jaren 25, dan zie je dat eigenlijk alles hier in deze delen van het gezicht wat met zwaartekracht naar beneden gaat helaas. Daar wil je juist het volume weer terugbrengen, bijvoorbeeld hier waar het vroeger gezeten heeft. Met alleen draden maak je alleen de huid wat steviger, maar dat volume dat krijg je er niet mee terug. Dus vandaar dat ik inderdaad een combinatie van fillers, draden, vaak ook wel wat botox, dat het mooiste is. Maar dat is mijn opinie. Heel belangrijk. Ja. Als je zegt van oké, daarvoor zijn die draden echt goed geschikt. Welke, het is meer van, wanneer zeg je oké, hier, kom maar door met die draden. Afhankelijk ook van wat iemand wil, hè, qua budget. Dus daar heb je altijd wel een beetje mee te maken als je een behandeling aangaat met iemand. En dan zou ik zeggen, eerst de fijne rimpeltjes met een beetje botox. Wat volume terugbrengen met fillers. Heb je nog geld over, ga dan liften met draden. Maar als je alleen draden doet, ja, dat kan mooi zijn. Maar dat is even afhankelijk van het stadium van de huidveroudering. Is het een pijnlijke behandeling? Want het ziet er best wel indrukwekkend uit. Ja, het is een lange naald, want daarin zit dus dat draad. Dus je brengt de naald in en dan hou je de naald eruit en het draad blijft achter. Dus de naald is niet super dun, maar er komt gewoon een heel klein beetje verdoving bij het insteken. Dus dat voel je eigenlijk niet. En dan gaat hij er weer uit en je hebt daarna niet echt napijn ervan, zeg maar. Krijg je last van blauwe plekken? Als je heel veel draden gebruikt wel, als je gewoon bijvoorbeeld twee draden links gebruikt en twee draden rechts om te liften, dan valt het reuze mee. En wordt er verdoving gebruikt? Ja, wij gebruiken het liefst een klein beetje verdoving, ofwel een crème, ofwel met een injectie, zeg maar. Alleen een heel klein beetje op het plekje waar de naald naar binnen gaat. En hoe lang heb je resultaat van de draden? Nou, de fabrikant zegt dat je 2 jaar lang resultaat hebt, zeg maar. Het beste resultaat zie je na 2 maanden. Dan is dat draad heeft zich goed gevormd. Dat lost dan een beetje op en dat gaat dan het collageen aanmaken, windweefsel. Ik denk dat je er ruim 1 jaar resultaat van hebt. En als je geluk hebt, langer, zeg maar. Ja. Dus, want je kunt er... Volgens mij is het zo dat de draden 2... voordelen hebben. Ze hebben een liftend effect, ja. Maar ze stimuleren ook de aanmaak van collageen. Ja. Dus ze zijn ook voor een deel huidverjongend. Ja, klopt. Eerst heb je het liftende effect en daarna, zodra het draad oplost, eigenlijk omdat je lichaamsvreemd materiaal in de huid inbrengt, gaat de huid daarop reageren en dan ontstaat er wat collageen en bindweefsel. En dan krijg je een stevigere huid. Ja. Je kunt het gebruiken voor de wenkbrauwen? Ja, dat zou kunnen. Onder de ogen? Ja. De wang? Ja. En dus om de kaaklijn? Kaaklijn, kin, décolleté, boven de lippen. Mooi. Eigenlijk kan het overal, ja. Ja. En wat kost de behandeling? Dat hangt natuurlijk ook weer vanaf. Ja, we hebben prijzen per regio, zeg maar. Dus als je zegt, van, nou, ik wil iets aan mijn kin doen, dan hebben we daar een speciale prijs voor. En wil je het een heel gebied, hebben we daar een prijs voor, zeg maar. Ja, maar deze draden, zeg maar, de liftende draden, die komen dan bijvoorbeeld hier, één zo, bijvoorbeeld, die kosten €120 per stuk. Dus €240 per wang? Ja.
Maar dan heb je wel een jaar plezier. Ja, of mogelijk langer. Ja. Zijn er contra-indicaties dat je zegt, oké, dan zou ik het niet doen? Mag je het bijvoorbeeld doen als je zwanger bent? Nou ja, dat wordt eigenlijk altijd afgeraden. Alles wat je in een cosmetische kliniek kan doen, wordt afgeraden als je zwanger bent. Ja. Dus dat is natuurlijk altijd het officiële advies. Ik zou persoonlijk het niet doen. Ja, dat, En zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, oké, misschien als je net terug bent van vakantie, of wat zijn de risico's eigenlijk van de behandeling? Ja, blauwe plekken, dat is het grootste risico. En er is natuurlijk altijd een risico als het niet goed ingebracht wordt, hè, dat er iets gebeurt. Maar je moet er wel van uitgaan dat de arts die jou behandelt, dat die goed opgeleid is en wel weet waar die zo'n draad neer kan leggen. Hè. Dus dat sowieso, je kan nooit dat soort draden inkopen voordat je goed opgeleid bent. Dus, maar verder valt het reuze mee. En bij de huisarts dus? Ja, ja. Ja, wij zijn een landelijk werkend bedrijf met allemaal huisartsen die zich speciaal hebben opgeleid als cosmetisch arts. Die worden allemaal op deze locatie opgeleid, dus centraal. In Westervoort, jongens. Ze zijn in Westervoort. Ja. Of all places, nabij Arnhem. Of all places, inderdaad. Dus alle artsen die hebben hier een heel opleidingstraject. En daarna gaan ze in hun eigen praktijk gaan ze dat doen. Dus die gaan bijvoorbeeld in plaats van 5 dagen huisarts zijn, 4 dagen. En dan 1 dag of meerdere dagen cosmetisch arts erbij doen. Ja. En dus de draden. Ook de draden. Yes. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!